Groter is Hij die in u is dan Hij die in de wereld is. Hier laat ons zien de apostel Johannes dat er zijn verschillende drijfveren of motivaties waarvoor wij kunnen leven. Eén in de wereld die heel vaak tevoorschijn is een motivatie van hebberigheid, van onzekerheid, van angst, van boosheid. Dat deze dingen leiden ons en helaas heel vaak deze dingen maken ons stuk en de mensen om ons heen. Maar Johannes begint te spreken over een andere geest, een andere motivatie, een andere drijfveer. En dat is Jezus Christus, de geest die in ons woont. De geest die zegt, ja, het is beter te geven dan te ontvangen. Een geest die zegt, ja, ik kan in zekerheid, niet onzekerheid. Ik kan vanuit liefde en vrijheid en vreugde leven. Want ik heb een andere zekerheid die de wereld niet heeft. En dat is wel de stem van Vader God die zegt, je bent mijn geliefde kind. Ik hou van jou. Weet je, Jezus kennen is echt vrijheid. Jezus kennen betekent dat ik ben niet meer bepaald door mijn omstandigheden of ze goed of slecht zijn. Want er is een grotere en diepere realiteit die binnen mij is. En dat is de realiteit van de Heilige Geest die in mij is. Hetzelfde geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt. Is de geest die mij leidt. Is de geest die met mij spreekt. We kunnen heel veel leren van verschillende groeperingen. Die hebben heel veel geleden in het verleden. Die leerden om hun harten en hun leven echt bij Jezus te zetten. En hem te pakken om hen te dragen door de moeilijkheden van hun omstandigheden. Over wie heb ik het namelijk? Ik heb het namelijk over de Afrikaanse-Amerikaanse bevolking in de Verenigde Staten. Toen ze waren slaven in de Verenigde Staten, heel vaak begonnen ze te zingen. Begonnen ze God te prijzen. En als je tot de dag van vandaag luistert naar mensen van die bevolking, van die groepering, hoor je een intens passie, een intens spiritualiteit die komt. Dat zij konden hun veiligheid en hun kracht niet vinden in de omstandigheden en de dingen die helemaal niet goed waren. Maar ze konden wel bij God komen. Ze konden wel bij hem hun kracht vinden. Jaren geleden had ik een vriend van mij die Afrikaans-Amerikaans is, die tegen mij zei over zijn oma. Zijn oma die heel arm was eigenlijk. Maar dat soms om 3 uur 's nachts ging ze schreeuwen en iedereen zei, oma, wat is er? En ze zei tegen ze, het is gewoon Jezus. Jezus is hier. En toen ging iedereen weer slapen. En ik keek naar mijn vrienden en ik zei, ja, wanneer was de laatste keer dat Jezus in jouw kamer ging lopen? En hij keek naar mij, keek naar beneden, keek omhoog, keek naar beneden. En hij zei, gisteravond. Het is een andere werkelijkheid. Het is een andere realiteit die veel van de wereld denken dat niet bestaat. Maar ja, wij kunnen Jezus ervaren. Wij kunnen Jezus meemaken. We kunnen leren dat wij kunnen ons aansluiten op een andere drijfveer, op een andere geest. En dat is de geest van Jezus. Want ja, Hij die in ons is groter dan Hij die in de wereld is. En wij kunnen onze voldoening, wij kunnen onze waarde, wij kunnen onze alles bij Hem vinden. En daarna geeft het dat ons kracht. Geeft het dat ons geestelijke drijfveer, dat wij kunnen zijn handen, zijn voeten, zijn liefde uitdragen de mensen om ons heen. Ik wil je vandaag bemoedigen. Groter is Hij die in u is dan Hij die in de wereld is. Hij geeft ons de kracht om verder te gaan en overwinningen te krijgen hier in ons leven nu.